Kijk, van ons hoeft die, dat CO2-gehalte helemaal niet naar beneden. Dat is fantastisch, het is een groeikasgas. Dus er is helemaal niks mis met CO2. Er wordt gedaan alsof het gif is. Het is de belangrijkste bouwstof op deze aarde. Zonder CO2 groeit er helemaal niks. Ja, dus, maar het wordt gedaan alsof vervuiling is. Dat is al ernstig genoeg. Ik zal positief eindigen, want wat als we stoppen met dit krankzinnige beleid? Voor de luchtkwaliteit, die wordt er alleen maar beter van als we van die biomassa afblijven. Het wordt er geen milligraad warmer van als we dit hele verhaal niet door laten gaan. En dan heb ik het even over de Nederlandse situatie. Wat gebeurt er wel als we dit plan laten varen? Direct en indirect krijgt elk huishouden in Nederland 1000 euro netto per jaar meer te besteden. De mensen in het buitengebied hoeven niet bang te zijn dat de dorpsmolen van de VVD naast hun deur komt op hooguit 400 meter. Het is fantastisch, werkelijk waar. Moet u voorstellen, 1000 euro elk gezin netto in het jaar, wat dat doet voor al die leegstaande winkels hier. Wat een werkgelegenheid er komt, hoeveel winkels er in één keer weer komen. Mensen die niet meer bang hoeven te zijn dat hun huis minder waard wordt. Wat de PVV betreft wordt het hele klimaatbeleid afgeschaft, want het heeft helemaal geen zin wat we hier doen.